Hey jongens, mijn naam is Sarah, dit is de Kleine Groene Planeet en ik ga jullie vandaag laten zien wat voor afval ik in een week geproduceerd heb. Ik had toen net zoiets van, dit is echt veel te veel, dat kan niet. Maar toen bedacht ik me dat iedereen wel eens een mindere week heeft en dat ik net zo goed mijn mindere week met jullie kan delen. Zodat je, als je net begint of wat dan ook, dat je je niet kut hoeft te voelen als het een keer iets meer is. Of als je al heel lang bezig bent. Je hebt wel gewoon een ingewikkelde week waarin, weet ik veel, je gewoon honger hebt. En winkels dicht zijn, shit ingewikkeld is. Ik weet het niet. Maar laten we beginnen. Ik ga gewoon random één voor één objecten pakken. Het eerste is een blik. Hier zaten kikkererwten in. Daar heb ik hummus van gemaakt. Ik wil eigenlijk kikkererwten kopen die zeg maar gewoon in bulk los te koop zijn. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga ze zoeken. Ik ga ze vinden. De Waar heeft ze niet, maar misschien dat de Robuust in Antwerpen ze heeft. Dus stout blik. Maar een blik is van metaal. En metaal is heel goed recyclebaar. Dus dat is mooi, denk ik. Dan heb ik één blikje. Een Lipton groene Green Iced Tea blikje. Deze als het goed is in Europa ook van metaal gemaakt. Omdat dat dus beter te recyclen is. En voor het geval jullie... Ik weet niet welke video die eerst online komt. Ik denk die andere. Ik bedoel, ik denk deze. Maar flessen, zeg maar statiegeldflessen, worden 50 keer opnieuw gevuld. Tenzij ze eerder kapot gaan. Dus... als je ze braaf bij het statiegeld inlevert, dan worden ze opnieuw gebruikt. En best wel vaak ook. Ik dacht, flessen zien er over het algemeen niet zo gebruikt uit. Maar dat is dus misschien eigenlijk beter dan dit blikje. Want soms heb je zin in iets zoets. En heb ik ook in die andere video, die dus binnenkort online komt, verteld. Cool Aid, dit zit in een heel klein zakje met een plastic binnenlaagje. Maar hier moet suiker en 2 liter water bij. Dus heb je 2 liter... ongezond drinken. Dus misschien is iced tea beter. Maar ik drink voornamelijk water. Maar heel soms. Want dit is dan het enige blikje in de hele week. Dus behalve koffie en thee. En misschien een biertje of een wijntje. Is dit dan het enige andere wat ik heb gedronken in een week. Dus. Ik heb deze week tofu gekocht. Ik weet niet wat er met de verpakking aan was. Maar tofu zit altijd in een plastic bakje. En eigenlijk vind ik tofu helemaal niet zo lekker. Dan heb ik deze week 1 keer frietjes gehad in een plastic bakje. De volgende keer als ik frietjes ga halen, vraag ik of ze het alleen in een papieren zakje willen doen. Dan zijn ze waarschijnlijk zeer in de war. Ik moet eigenlijk ook gewoon frietjes halen. En dan heb ik 1 vega vleesvervanger bakje. Dit waren de fish nog wat van So Fine. Die waren echt heel lekker. En als ze nou hun dingen, want ze zijn allemaal vegan, als ze die dingen nou in kartonnen doosjes zouden doen, dan zou ik super gelukkig zijn. Dit is echt veel te veel plastic, want we zijn er nog niet klaar. Het is dramatisch. Ik heb 1 zakje van een krop sla. En het is echt super naar. Sla zit altijd in plastic, maar waarom? Want het steekt er ook wat voor de helft uit, dus dan kun je net zo goed geen plastic omheen doen, maar... En dan iets waar ik echt chagrijnig om was, omdat ik dacht dat ik iets zonder plastic had gekocht. Ik had ingevroren fruit gekocht. En volgens mij is die van de Albert Heijn zitten gewoon los in een kartonnen doosje. Maar die van de Plus zit erin echt een naar plasticje. Eén van deze 2, de blauwe jas, zit nu in een bakje in de koelkast. Want het zijn dus ingevroren vruchten. Aardbeien waren echt niet te eten, dus koop die niet. Koop dit sowieso niet, want er zit plastic omheen. Ik had er nog mee geschud, van nou, er zit er in plastic, maar... blijkbaar klinken bewegend bevroren fruitjes als plastic. En dan zijn we aangekomen bij de wekpot. Het is mijn ambitie om volgende week alleen deze wekpot te gebruiken. En het dan bij elkaar, zeg maar, van een maand in 1 wekpot te doen. Ik heb hier een sticker van een speldbrood. Niet zo heel erg dus. Maar die kan ik niet gebruiken om nieuw papier van te maken, omdat de plakkant niet oplost. Dan
Ik had 3 vulpennetjes gekocht op het internet. En dit kan ik niet voor iets anders gebruiken, want het verpakkingsmateriaal waarmee ze het opsturen. Ook al zeg ik altijd tegen bedrijven van, hey, ik weet het zo min mogelijk plastic verpakken. Bij AliExpress hebben ze daar volledig gescheid aan, volgens mij. Maar hier kan ik niet opnieuw iets mee, dus. Dan had ik een pot pindakaas gekocht. En daar zat zo'n plastic seal omheen. Had ik niet gezien. Maar de dop van de pot pindakaas is van metaal in plaats van plastic. Dus ik weet dan niet wat de beste afweging is, maar dit zat er omheen. Ik was in een restaurant en de vorige keer dat ik daar was, kreeg ik een flesje cola en een glas. En deze keer kreeg ik een flesje cola met een rietje erin. Dit was ook de eerste faal, zeg maar, van alle faals, volgens mij. Het is vast niet waar. Nou, misschien wel. Maar deze dus. Zoals jullie mijn haul van vorige week hebben kunnen zien, had ik 3 lollies gekocht. Die heb ik alle 3 opgegeten en ik zal ze niet opnieuw kopen. Oeh. Omdat ze in een plastic verpakking zitten. Oh nee, dit was de eerste val. Een chipzak. Ik heb hem heel klein opgerold. Helpt waarschijnlijk niet. Maar, chipzak. Ik koop echt nooit meer chips. Ik had eerst echt iedere dag een zak chips. Maar soms heb je zo zin in iets crunchy zouts. En als iemand van jullie enig idee hebt wat daar dan een goede oplossing voor is, laat het maar alsjeblieft weten. Dit is echt de eerste zak chips die ik in weken, misschien wel maanden, gekocht heb. Dus. Dan heb ik hier... Oh, ik had vitamine B12 gekocht. En er zat zo'n shieldje in. Een sticker van die poppindakaas. Die had ik niet per se af hoeven halen, maar hè. Oh, de andere helft van de ziel van de pindakaaspot. De pindakaaspot. 2 bierdopjes. We hebben een La Chouffe bierdopje. En een Bavaria bierdopje. En ik heb besloten dat als ik thuis een biertje drink, dat ik dan het dopje bewaar. Want het glas kan wederom naar het statiegeld. Glas wordt... volgens mij 30 keer hervuld en plastic flessen 50 keer. Maar dan bewaar ik het dopje. Dan nog een paar rare kleine dingetjes. Ik heb hier 1 lege inktvulling. In de pen waar deze in zat zit nu een converter. Dus er hoeft nooit meer een nieuwe inktvulling gebruikt te worden. En dan... Oep, een paar kapotte naalden. Omdat ik iets aan het opnaaien was voor iemand. Maar het zeer eigenwijs was. Dat is alles. Ik vind het zelf best wel veel. Dus ik ga het volgende week beter doen. En dan volgende week vrijdag ga ik pogen. Of in ieder geval de video filmen en dan pogen ook meteen up te loaden. Als jullie meedoen, ik zal hiervan een foto op mijn Instagram zetten. Als jullie meedoen, post ook een foto van wat je in een week gebruikt. Ik doe van donderdag, zeg maar, van vrijdag tot en met donderdag. Denk ik. Ja. Zeg maar van 12 uur 's nachts donderdagavond tot 12 uur 's nachts donderdagavond. Dat is precies een week. Ik ga proberen iedere vrijdag dan een video daarvan up te loaden. Volgende week zal het minder zijn. En dan hoop ik dat jullie meedoen. Volg me op Instagram. Het is @dekleinegroeneplaneet. Same is het spel hier. En dan hoop ik dat jullie meedoen. En dat ik jullie in de volgende video en op Instagram zie. Doei!